Hoi, leuk dat je kijkt. Ik heb weer een leuk boek voor jullie meegenomen en het heet De Wolf komt echt niet. Geschreven door Mirjam Oyssat en Ronan Badel. Nou, je ziet het al. Konijn gaat lekker slapen en kruipt zijn bedje in. Slaap lekker, konijntje van me. Mam, weet je zeker dat de wolf niet komt? Heel zeker. Maar hoe weet je dat dan zo zeker? Nou, er zijn geen wolven meer. Ze zijn allemaal weggejaagd door jagers. En is er echt geen één meer over? Nou ja, misschien een paar, maar in ieder geval niet veel. Maar hoe weet je dan zeker dat één van die paar wolven niet hierheen komt? Nou, vertelt zijn moeder, de wolven die nog over zijn, die verstoppen zich in de bergen. Hier ver vandaan. Maar ik dacht dat wolven zich in het bos verstopten. Ja, in het bos in de bergen. Maar mam, hier vlakbij is ook een bos. Hoe weet je zeker dat daar geen wolf verstopt zit? Nou, het hele verhaal komt er eigenlijk op neer dat konijntje zeker wil weten of wolf nou wel of niet komt. Hij blijft maar twijfelen. Kijk, je ziet het ook aan hem. Hij kijkt ook een beetje, ja, bang lijkt het wel. Maar het leuke aan dit boek is, het heeft een heel verrassend einde. Wat heel anders loopt dan je zou verwachten. Nou, dit boek is natuurlijk heel leuk om een toneelstukje bij te doen. Misschien als je het in de klas hebt gelezen. Want wie weet vind jij het wel leuk om dat konijntje te zijn wat lekker in zijn bedje ligt. Of die wolf die wel of niet op bezoek komt. In ieder geval heel veel plezier en tot de volgende keer.